Goedemiddag allemaal. Helaas kan ik er vanmiddag niet bij zijn. Om een hele praktische reden. Ik ben een patiënt en onderga een behandeling. En dat geeft risico's op continuïteit. Dus ik leer nu ook wat het is om op een goede manier je vragen te formuleren. Maar ook om te ervaren wat het is om patiënt te zijn. Ik mag ambassadeur van de broedplaats in Rotterdam zijn. Heb hard gewerkt met veel mensen. Leuk om dat te doen. En vanmiddag komen die conclusies in alle stevigheid op jullie af. Voor ons zijn er drie die echt belangrijk zijn. De eerste is de grote verandering die aanstaande zijn voor patiënten en cliënten. Niet als het gaat om alleen hun veranderende zorgvraag, maar ook de manier waarop ze geholpen, geleerd moeten worden, begeleid moeten worden, om die andere vraag te verwoorden, om een andere hulpvraag te stellen. De tweede is wat dat betekent voor de opleidingen. Iedereen ziet en weet dat we fundamenteel andere zorg en ondersteuning gaan leveren. Dus die opleidingen, die scholen, die colleges, die docenten moeten eigenlijk morgen met ons allemaal aan de slag om die veranderingen te benoemen, uit te tekenen en ook letterlijk in praktijk te brengen. En de derde zijn de huidige zorgverleners. Prachtige verpleegkundigen, gemotiveerde specialisten, noem het allemaal maar op, die ook anders moeten gaan werken en anders moeten gaan denken. En die drie, die cliënt, die opleider en die zorgverlener, van nu en van straks, moeten met elkaar gaan leren om dat te gaan verbeteren. Dat vraagt veel, maar dat biedt ook veel, omdat als we dat goed doen, we echt nieuw en beter perspectief bieden voor al die mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. En dat geldt specifiek voor ons in Rotterdam-Zuid. Een kernvraagstuk, een kernprobleem, als ik het zo scherp mag zeggen, als het gaat om kansen van mensen, lees minder kansen van mensen. En dus zeker in Zuid moeten we het met elkaar zo inrichten en organiseren dat we directe resultaten boeken. We kunnen niet wachten tot 2030, we moeten daar morgen mee aan de slag. Daar kunnen we concrete, directe, goede oplossingen door anders te werken, door anders te denken, door anders te kijken, door anders te organiseren, realiseren. Nodig, hard nodig, prachtig werk. Ik reken op u.